En ja, hopelijk dat ze vanavond misschien wat punten laten liggen. Je start vandaag met Javairo Dilrosun. Toch best een bijzonder verhaal natuurlijk als je kijkt waar hij vandaan komt. Wat zijn perspectief was aan het begin van dit seizoen. Hoe heeft hij dat eigenlijk voor elkaar gekregen? En hoe knap is dat misschien wel dat hij vandaag überhaupt in de basis staat bij Feyenoord? Nou, ik heb net met de collega's ook gezegd dat met name dat hij 90 minuten kan volhouden. Dat het een groot compliment is ten eerste voor hemzelf. Ten tweede voor alle spelers die heel vaak een dag na de wedstrijd met elkaar hebben moeten trainen. En ten derde voor de mensen die training geleid hebben. En dat ik er even helder over ben, dat ben ik niet. Voordat mensen denk ik mezelf een compliment geef. Dus dat is vooral bijzonder, denk ik, als je zo lang niet gespeeld hebt. En je hebt een misschien ogenschijnlijk, zeker voor jullie, kansloze situatie gezeten. Dat je mij er nooit mee mocht doen. Ja, dan is het best moeilijk om elke keer het op te brengen als je een dag na de wedstrijd met de wissels moet trainen. Om dan dusdanig door te blijven gaan, dat je dan als je moment dat je kans komt, dat je er klaar voor bent. En dat is denk ik een prestatie van hem, maar ook van die andere jongens waar hij mee getraind heeft, plus de stafleden, die training elke keer weten te geven. Je kunt je vandaag niet zoveel kwalijk nemen, hè, wat je zelf zegt, maar wat kunnen jullie je kwalijk nemen als je de hele eerste helft van de Eredivisie bekijkt, hè, los van de Champions League? Ja, dat we sowieso in het begin al onszelf moeilijk hebben gemaakt door punten te laten liggen. En dan vervolgens na een Champions League wedstrijd uit bij Twente moet spelen. En daar ook heel veel laat liggen. Dus ik denk dat zeker die drie wedstrijden, dat we daar echt meer hadden kunnen doen. En wat zegt het je dan als je alle cijfers bekijkt? Hè? Feyenoord is beter in alle opzichten dan vorig seizoen. Qua punten, aantal doelpogingen, noem alles maar op. Klopt. Maar de achterstand is zo groot dat het eigenlijk geen echte spannende race meer is. Nou ja, ik denk de concurrentie is misschien ook sterker geworden met PSV zijn. Ze laten geen punten liggen en wij wel. En dan kom je automatisch op achterstand. En dat is heel erg vervelend, maar het is de realiteit. En hopelijk dat ze vanavond misschien wat punten laten liggen. Voor jou was het volgens mij sinds tijden je eerste volledige seizoenshelft, hè, waar je eigenlijk alles hebt gespeeld. Ja, vorig jaar hebben we Antwerpen open en af gespeeld in het begin. Dus ik ben blij dat ik heel veel heb kunnen spelen. Ja, ja. En het niveau wat je nu hebt, hè, is dit het? Of denk je met nog meer ritme dat het nog meer kan? Het kan zeker nog meer. Ik denk in mijn rendement kan nog zeker omhoog qua goals maken. En misschien buiten de 16 jaar vaker op goals schieten, dat soort dingen. Nog vaker de acties proberen te maken om... mensen voor de goal te krijgen of wat dan ook. Dus kan nog zeker beter, denk ik. Javairo Dilrosun hebben natuurlijk lang niet gespeeld, tenminste de laatste tijd dan ingevallen. Hoe hou je zo'n jongen erbij? Hoe hou je hem gemotiveerd, zeg maar? Doe je dat zelf? Ga je elke week toch even met hem praten? Of doet iemand anders dat? Nou, ik denk dat de grootste credits daarvoor naar de speler toe moeten gaan. En de spelers die ook dicht bij hem staan, die hem er altijd bij betrekken. Maar ik denk, en dat hoop ik althans, dat hij dat ook zo ervaart. Dat geen enkele speler bij ons ooit zal ervaren dat wij hem links laten liggen. Iedereen krijgt gewoon altijd aandacht, trainingstijd op de positie. Ja, incidenteel is dat wel eens niet bij me geweest. Maar dan bespreken we dat uiteraard even. Maar het is niet zo dat hij de uitzichtloze positie die jullie misschien hebben ervaren door hem zo weinig te zien, die heeft hij zeker op het trainingsveld nooit zo kunnen ervaren als het gaat om de aandacht die wij hem wouden geven en hebben gegeven. Maar vooropgesteld dat het de grootste kwaliteit van de speler zelf is, dat als hij het moeilijk heeft, zijn er heel veel spelers die dan ander gedrag gaan vertonen. En met ander gedrag bedoel ik van, nou ja, een dag na de wedstrijd even denken van, ik loop een keer niet met mijn man mee, ik sla een keer over. Maar ik denk ook, en daarom dus ook het compliment naar de overige stafleden, dat er altijd leuke trainingen zijn. En dan vindt de voetballer het denk ik leuk om zijn best te doen als je leuke trainingen voorgeschoten krijgt. Maar dus met name zijn eigen prestatieverdiensten in combinatie met een aantal jongens die dicht bij hem staan, die hem dit ook altijd hebben voorgehouden. En ik heb ook altijd gezegd, ook in de media en ook naar hem toe, dat het niet zo is dat die anderen vele malen beter zijn dan hem. Het heeft heel dicht bij elkaar altijd gelegen. Hij heeft in zijn eerste seizoen heel veel vertrouwen van mij gekregen. Heeft hij heel veel wedstrijden mogen spelen. En nu, naarmate het tweede seizoen zelf volderde, hebben andere jongens diezelfde vertrouwen gekregen. Maar niet op basis van het feit dat die nou zo ongelooflijk veel beter waren dan Javairo. Maar ik hou er niet van om elke week met een andere
opstelling te spelen. Keep it in the zone.